De Clash of Clans update is zojuist uitgekomen en wij gaan deze video eens kijken naar wat er allemaal nieuw is. Ook gaan we deze video 6500 gems uitgeven om die nieuwe Builders Apprentice te maxen. Ik denk dat ik nog nooit zoveel gems in één keer heb uitgegeven. Dus mensen, laat alvast even een likeje achter en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Zou ik echt enorm waarderen. Maar laten we niet langer meer wachten en meteen naar Clash of Clans gaan. We zijn hier in Clash of Clans zoals jullie kunnen zien. En eigenlijk op het eerste zicht lijkt er helemaal niet zoveel veranderd. De update heeft eigenlijk heel weinig dingen toegevoegd aan de base zelf. Maar dat maakt niet zoveel uit. Want wat het grootste nieuwe ding is in deze update. En daarvoor moeten wij naar de shop gaan. En dat is hier de Bouwers Apprentice. Of hoe heet die in het Nederlands? De Bouwvakkersleerling. We kunnen hem hier ofwel voor... Dus 3,50 euro kopen. Voor level 1 is dat volgens mij. We kunnen een keer op tikken. Ja, level 1. En anders is het gewoon 500 gems om hem level 1 te kopen hier. 500 gems kost 6 euro. Dus je hebt hier wel een deal als jij dus de gems ervoor moet kopen. Dan kun je hem beter hier voor 3,50 kopen. Maar anders, als jij gewoon de gems ervoor hebt, zoals ik in dit geval heb. Dus ik zie hier rechtsonder dat ik 11.000 gems heb. Ruim voldoende. Om hem level 1 te kopen, maar ook om hem te maxen. Maar je kunt hem dus ook hier zien in het stadshuis onderaan. Zoals je kunt zien aan de rechteronderkant. Is er een nieuwe tab. De bouwvakkerslering is hier. Voor de mensen die nog niet weten wat hij precies doet. Het is niet echt een aparte bouwvakker. Maar het is ja, een bouwvakkerleerling. Een stagiair bij manier van spreken. En die gaat andere bouwvakkers die al bezig zijn met een upgrade helpen. Dus één keer per dag kun je hem toevoegen aan een bestaande upgrade. En er wat tijd van afhalen. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi. Hij kost wel redelijk wat natuurlijk. Want zoals je kunt zien kost hij dus 500 gems voor het eerste level. En er zijn 8 levels. En in totaal is het dus 6500 gems. Maar je ziet hier dus, je krijgt een overzicht van al je upgrades die bezig zijn. Bij mij zijn dat er op dit moment 6. Want ik heb 6 builders. En eentje is binnen een uur al klaar. Dus je kunt sorteren zoals je kunt zien op langstdurende tot minstdurende upgrade. En voor de rest kun je hem dan, als je hem hebt geunlocked, toevoegen aan een van deze upgrades. Gaat hij 1 uur lang werken. En op level 1 werkt hij aan een snelheid van 1 keer. Dus in 1 uur doet hij er een uur vanaf. Ik denk dat we hem gaan kopen. Dus we gaan niet langer meer wachten. We gaan hier gewoon op kopen drukken. En oh, we moeten bevestigen. Dus we gaan het gewoon lekker bevestigen. En we hebben hem gewoon nu ontgrendeld. We hebben de bouwvakkersleerling van level 1. En nu kun je inderdaad zien, we kunnen hem toewijzen aan een upgrade. En dan gaat hij er inderdaad een uur vanaf halen. Maar dat willen wij nog helemaal niet doen. Want wij kunnen deze stagiair nog even upgraden naar level 8. Ik noem hem nu ook gewoon stagiair, waarom niet? Dus we gaan hier nog een keer een gem upgrade doen. Hoppakee, nu werkt hij 2 keer zo snel. Dus nu gaat hij in 1 uur, 2 uur van je upgrade afhalen. Wat natuurlijk heel erg mooi is, maar wij zijn nog niet tevreden. Wij willen meer, dus wij gaan hier nog naar level 3 doen. En nu werkt hij 3 keer zo snel. En nu kunnen we gewoon even verder doen. En meerdere keren klikken. En dit is de meeste gems dat ik ooit heb uitgegeven in Clash of Clans. Ze zitten nu bij 6900 gems. Dus ik had er 11500 voor deze video. En we gaan er nog een paar keer 1000 uitgeven. Hoppakee, we zitten nu op het voorlaatste level. We zijn level 7. We hebben nog 6000 gems. En het kost 1000 gems om hem naar het laatste level te brengen. En op dat laatste level gaat hij dus 8 keer zo snel werken. En dan gaat hij 8 uur van een upgrade afhalen. Wat natuurlijk heel erg mooi is. Dus wij gaan hier voor het laatste level gaan. Laten we niet langer meer wachten. En we bevestigen het hier. En we hebben hem nu ook gewoon al meteen max. Het doet pijn om te zien dat ik maar 5000 gems heb. Maar kijk, uiteindelijk, ik zat er helemaal niks mee te doen. En 5000 is nog altijd een heel mooi aantal. Ja, kijk, we gaan hem meteen ook ergens aan toewijzen. Dus we hebben een upgrade die binnen 50 minuten klaar is. Dus dat is eigenlijk zinloos om hem daaraan toe te voegen. Want mijn builder gaat 1 uur lang werken. En gaat hier 8 uur vanaf halen. Dus we kunnen hem beter hier aan de smid toevoegen. Want dan gaat hij er dus 8 uur van de upgrade afhalen. En daardoor gaat die upgrade dus veel sneller klaar zijn. Dus we gaan hier bevestigen. En hoppakee. Dus nu gaat hij hier beginnen werken voor 1 uur lang. En je kunt zien dat hij live de bespaarde tijd aan het tracken is. Linksboven zie je ook hoe lang dat hij nog bezig is. Dus ja, zoals je kunt zien is hij nog maar net begonnen hier. Maar laten we eens kijken naar de smid. Kunnen we hem zien in actie? De smid is hier en hier zie je inderdaad dat dus de bouwvakker aan het werken is aan de smid. En in de tussentijd is die bouwvakkersleerling hier gewoon bezig met te helpen. En hij lijkt dus inderdaad geboost te zijn. Je kunt zien dat er een boost aura rond is. En hier zie je dus inderdaad, oké, je kunt ook op het gebouw zelf zien dat die geboost wordt door de leerling.
We gaan zo meteen ook even een aanval doen om de andere nieuwe features van deze update te testen. Maar stel je hebt niet genoeg gems voor deze bouwvakkersleerling. Wat zijn dan de beste manieren om aan gems te geraken? Kijk eerst en vooral eens naar jouw profiel. Zijn er achievements die jij nog niet hebt gehaald, die je misschien wel kunt halen binnenkort? Bijvoorbeeld hier, ik heb nu de meeste wel al gehaald, maar stel je hebt er een paar hier die nog echt veel gems opleveren. En geloof me, er zijn achievements die heel veel gems geven. Dus kijk daar even naar. Ik heb er volgens mij eentje hier die ik bijna haal. En dat is hier vernietig 2000 adelaars artillerieën. En ik heb er nog maar 40 nodig, 41 om precies te zijn. En dan krijg ik gewoon 1000 gems daarvan. Wat natuurlijk heel erg lekker is. En dan kun je al de twee eerste levels mee halen. Moest je niet genoeg gems hebben. En ja, er zijn dus heel veel andere achievements die ik wel al heb gehaald. Waardoor ik dus aan die 1000 of 11.000 gems ben geraakt. Maar een andere manier is natuurlijk gewoon, doe dagelijks je obstakels weg. Ik kan momenteel dit niet doen, want al mijn builders zijn bezig. Maar ik heb hier een paar struiken. Daar krijg je echt veel gems van als je ze elke dag wegdoet. Zelfde op de builderbase, dat vergeten veel mensen. Je hebt obstakels op de builderbase die er dus elke dag bij komen. En daar krijg je dus ook nog eens mooie gems van. Wat natuurlijk ook heel mooi meegenomen is. Zie hier, we hebben gewoon 3 en 2 gems nu gekregen. En dat is 5 gems. Het lijkt weinig, maar als je dit dus elke dag doet, bouwt het wel op. Voor de rest is er nog een andere mogelijkheid. Als je echt een beetje desperate bent voor gems, dan kun je hier naar de divisiewinkel gaan. En je hebt hier bijvoorbeeld die potions. En ik kan het momenteel niet doen. Maar je kunt hier voor 10 van die divisietokens, kun jij gewoon grondstoffendrankjes kopen bijvoorbeeld. En elk grondstoffendrankje kun je verkopen voor 10 gems. Wat betekent dat je, als je hier dus 5 van die potions koopt, heb je meteen 50 gems. Hetzelfde voor de trainingsdrankjes. We kunnen dat even laten zien. We kunnen hier even op verkopen drukken. En dan kun je zien dat je hier dus 10 gems van krijgt. Dus als je echt desperate bent voor gems, kun je natuurlijk dat zo doen. Koop geen hamers om ze dan te verkopen. Want als je een hamer verkoopt, krijg je 100 gems. En die kosten dus 120. Dus je krijgt minder value dan bij het kopen van deze potions. Hier krijg je echt voor 10 van die divisietokens krijg je gewoon 10 gems. Voor het volgende nieuwe feature van de update moeten wij een aanval gaan doen. En dat zullen we nu ook gewoon meteen doen. Want, wat is er nieuw? Als jij nu naar een tegenstander zoekt, zoals jullie kunnen zien, we hebben een base. En vroeger kon je dus niet op de defenses klikken, maar dat kan nu wel. Als ik nu bijvoorbeeld op de air defenses druk, dan zie ik ze allemaal staan met de ranges bijvoorbeeld. Ik kan ook meteen zien, waar zijn die windblazers? En je ziet hier dan meteen, ze blazen naar boven of ze blazen naar onder. Dus je kunt heel makkelijk een aanval voorbereiden nu. En ik ga weer even terug om dat opnieuw te laten zien. Met een andere base. We hebben hier dus nu een andere base gekregen. En je kunt dus ook bijvoorbeeld op een collector drukken. En je ziet, in deze elixirpompen zit maar 700 elixir. Dus valt niet echt veel te farmen. Is misschien niet zo nuttig om deze aan te vallen. En je kunt dan ook op, waar zijn hier de storages? Je kunt hier zien, per elixir tank zit hier maar 65.000 in. Dus dat is ook niet echt de moeite om aan te vallen. Ik ben hier nu weer bij een volgende base. En je kunt dus ook op het klankkasteel drukken. En je kunt dus zien hoeveel troepen erin zitten. En in dit geval is het dus 0. Dus deze base heeft 0 klankkasteeltroepen. Dus laten we deze gewoon even aanvallen. We zien hier waar dat de windmachine staat. Dus dat is mooi. We zien hier ergens de luchtafweren. En die staan daar. Eentjes in de upgrade. Dus kijk, we gaan deze base gewoon aanvallen. Maakt het veel makkelijker om hier te oefenen. En wij gaan gewoon dus via deze kant aanvallen. Want waarom niet? We gaan hier gewoon met onze waarden naar binnen. En we gooien hier nu onze ability. En we gaan hier onze blimp droppen. En dan woede en clone spreuken en een nieuwe invisibility spreuk. Die een beetje laat kwam, maar is oké. Het stadshuis is sowieso neer. En we hebben hier ook al de monolith neergehaald. En dat is eigenlijk het doel van de blimp. Om die twee gebouwen voornamelijk neer te halen. En dan de rest is gewoon een heel mooie bonus. Alles wat verder nog neergaat. Goed, de laatste spreuk komt hier te einde. We hebben hier onder nog 2 air defenses die recht staan. Natuurlijk is het redelijk moeilijk om ze beide te pakken met de Queen Ability. Maar we kunnen het proberen. Maar ik denk dat het redelijk moeilijk... Nee, ik heb ze gewoon beide. Wat zit ik te zeggen? Dit was een echt heel mooie Queen Ability. We gaan met de King ook om hier een beetje te tanken. En voor de rest ga ik hier volgens mij met mijn Royal Champion binnen. En dan kom ik hier met de rest van mijn troepen gewoon om de base te clearen. En ik denk op zich dat dit een vrij makkelijke 3-ster moet zijn. Maar we gaan even hier ook nog een paar draken bovenaan zetten. Om een beetje
de base te clearen. We gaan hier nu onze ability gebruiken van de Royal Champion die dus die Hawk Riders released en hier zo dus die Inferno Toren kan overleven, want anders gaat hij heel snel neer. Maar kijk eens aan mensen, tezij dat hier nog echt iets grandioos misgaat, is het gewoon een heel mooie 3-ster geworden. Want ja, alle helden leven bijna nog, behalve de Warden, want die gingen in het begin neer. En nu is de King ook neer, maar kijk, de draken hier zitten zelfs nog gewoon de andere kant op te gaan. Een hele mooie 3-ster dus. Dankzij een goede voorbereiding die we dus nu veel makkelijker kunnen doen door deze nieuwe scout features dat we hebben. Echt super, super handig. Ben ik echt heel tevreden mee. Is volgens mij mijn favoriete gedeelte van de update. Laat mij in de reacties zeker weten wat jullie favoriete gedeelte is van de update. Maar voor mij is het sowieso deze nieuwe feature waar ik dus kan scouten. Tot slot is er nog één ander belangrijk nieuw ding in deze update. En daarvoor moeten we gaan kijken naar onze duistere kazerne. Want zoals jullie kunnen zien, ik had een max level op level 10. Maar daar is nu een level bijgekomen. En bij level 11 krijgen we nu de druïde. Dat is een nieuwe healer die dan uiteindelijk verandert in een beer als die neergaat. Dus een best coole nieuwe mechanic dat erbij komt. En het gebouw ziet er best wel sick uit om eerlijk te zijn. We hebben jammer genoeg op dit moment niet genoeg elixir om hem te unlocken. En ook geen bouwer vrij. Maar we gaan die zeker eens proberen eenmaal dat we hem unlocken. Daar komt in de toekomst zeker wel eens een video over. Voor de rest zijn er nog een paar kleine veranderingen. Vooral status level 12 tot en met 15 hebben volgens mij enorm veel veranderingen gehad in upgrade tijden en kosten. Volgens mij zijn die dus bij die status levels enorm omlaag gegaan. Dus ben je op dat status level, check zeker even of dat er wat veranderd is. Volgens mij wel. En dat is natuurlijk heel erg mooi. Ik denk dat op status level 16 er niet veel veranderd is. Maar ja, mensen, dit was het voor deze video. Heel erg bedankt voor het kijken. Laat mij in de reacties weten wat jullie favoriete gedeelte is in deze update. Voor mij, zoals ik al zei, is het sowieso die scouting feature. De bouwvakkersleerling is ook wel nice. Zeker op max level, 8 uur per dag is een mooie besparing. En ik denk dat die het ook zeker waard is als jij genoeg gems ervoor hebt. Maar stel je hebt nog niet alle normale builders bijvoorbeeld, dan zou ik gewoon zeker eerst die normale builders halen. Maar ja, laat zeker even een likeje achter en abonneer als jij dat nog niet hebt gedaan. En voor de rest zie ik jullie gewoon weer terug bij de volgende video. Later mensen.